is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. En wat we te bieden hebben. En deze buitengewone prestatie is van jullie. Dus we waren het helder bij God almachtig. Als je begint aan een avontuur, dan geloof je in je boodschap. Altijd maar afwachten of mensen die boodschap ook willen horen. Mevrouw Kaag, hoe gaat u om met haat op social media en zo? Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. En laat je nooit, 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 nooit een dag aan jezelf twijfelen. U heeft er plezier in om mensen te kwetsen en dan komt u weer met die zielige Zwarte Piet van u. Voor emancipatie, voor de kansen van ieder kind om zich te ontplooien. Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging. Een bevestiging dat wij als enige progressieve partij de afgelopen jaren ook echt invloed hebben gehad en die invloed hebben gebruikt. Alleen jij weet waar je gelukkig van wordt en ook waar je dan vaak ook nog goed in bent. Tiger King! Zit ik ook nog met dat panterdingen? Nederlanders zijn iedere dag bezig het leven een beetje beter te maken. Met hun gezin, met vrienden, met de buurt. En van de dingen waarvoor ik dankbaar ben, is dat mij het meest dierbaar. Hans van Mierlo zou hebben gezegd, het is een krankzinnig avontuur.